Ja, de Wolves zijn sinds kort ook weer terug in Gelderland vooral, in de Veluwe. Nou, wij willen een nieuwe start. Mooie naam, de Wolves. Die mooie nieuwe naam is voor het nieuwe professionele ijshockeyteam dat er moet komen in Nijmegen. Levi Houkes is onderdeel van de werkgroep die zich ermee bezighoudt en aanvoerder van het team in ontwikkeling. Als het aan hem ligt, kan het niet snel genoeg gaan. Goh, dat wil je niet weten. Het is de eerste winter voor mij in 25, 26 jaar tot ik geen ijshockey heb. En je begint het nou wel te merken. Liefst breek ze nou meteen open en dan ga ik lekker schaatsen. Al gaat het niet meer, het ijs is eruit, maar liefst zou ik dat doen. De werkgroep is opgericht na het faillissement van de stichting achter Nijmegen Devils, de professionele tak van de club. Met nieuwe mensen is dus begonnen aan de opbouw van een nieuw team. Ronnie Oort, woordvoerder van de werkgroep, benoemt wat er allemaal nog moet gebeuren voordat het team er is. Heel veel. Dat is echt van de vrijwilliger tot het professionele gebeuren. Afspraken met onder andere het Triavium, met de gemeente Nijmegen dus. Contracten, er worden besprekingen met de spelers. Spelers worden benaderd, zijn benaderd. En een groot deel van de spelers die hebben ook al bepaalde toezeggingen gedaan. Maar eerst zullen wij onze zaken goed voor elkaar moeten hebben. Dus we zijn sponsoren aan het benaderen. Dat ziet er zeer hoopvol uit. Een aantal mensen hebben al toegezegd. Naast al deze dingen hoort bij een nieuw team natuurlijk ook een nieuwe look. Ja, dat zal waarschijnlijk, ik weet niet of je het logo hebt gezien. Dat is vooral navy blue met het lichtblauwe en het grijs. Daar zal het nieuwe tenue ook op gaan lijken. We gaan waarschijnlijk met navy blue helmen spelen, handschoenen, broek en dat. Dus ik denk dat de uitstraling wel echt heel gaaf wordt. Met deze look moet in september gestart worden aan de competitie op het hoogste niveau. Die doelstelling is duidelijk. Daarvoor hebben de Wolves ook goedkeuring nodig van IJshockey Nederland die de competitie organiseert. Ook daar wordt hard aan gewerkt. Ik heb vanmiddag een heel fijn, prettig gesprek gehad met Jan Hopstaken, de voorzitter van IJshockey Nederland. Een goed gesprek gehad, ook duidelijk te horen gekregen wat men van ons verwacht. Je zult inzage moeten doen. Dus in je boekhouding, ja, dat dingen kloppen. Dus dat is een van de voorwaarden. Je zult in ieder geval moeten zorgen dat het betalingssysteem wat je nodig hebt om spelers binnen te krijgen, dat het op een gelijkwaardig niveau ligt. Dat zijn twee voorbeelden. Er zullen er nog meer volgen, maar daar kan ik pas uitspraak over doen op het moment dat ik die ook echt te horen krijg. Al die moeite is het meer dan waard. Levi legt uit waarom het zo belangrijk is dat er een topsporttak van het ijshockey in Nijmegen overeind blijft. Ik kwam vroeger hier op de ijsbaan en speelde een Theo Kruger, een Tommy Spiel, een Frankie Jansen, noem ze maar op, een Benny Tijnagel. Die speelde hier in het eerste en daar keek je tegenop. Als ze mij vroegen van, ja, wat wil je bereiken met het ijshockey? Ja, zei ik altijd, ja, ik wil in het eerste van Nijmegen spelen. En dan had ik het NHL nog niet in mijn hoofd. Dat kwam een paar jaar later, maar dat was mijn eerste doel. En dat is zo belangrijk voor de kinderen vooral. En ja, weet je, ik hoop gewoon dat de gemeente Nijmegen ons daarin ondersteunt. En daar hebben we goede gesprekken mee gehad. Of in ieder geval Ronnie. En dat zal vast goed komen. Wij denken dat de gemeente Nijmegen een mooie rol zou kunnen spelen. Want Topsport Nijmegen zet ook Nijmegen op de kaart. En als alles goed gaat, wanneer kunnen we dan de spelers van de Wolves op het ijs verwachten? Ligt een beetje aan het Triavium wanneer ze ijs gaan leggen. Volgens mij was het afgelopen jaar ergens eind augustus, midden augustus ergens. Dus dan kunnen we weer beginnen. Zin in? Ja, heel veel. Ja, ja. Nou, ja.